Hoi, zoals je ziet is de vlog niet op tijd al online gekomen. Zoals je misschien al weet ging het heel slecht met mijn tante. Ze was ernstig ziek en ze is gisteren overleden. Ik ging vroeger altijd logeren bij mijn tante. Het was altijd, ik wilde er altijd heen. En het was ook gewoon fijn om even weg te zijn uit het drukke huis en even naar mijn tante te gaan. En ze was zo'n ontzettende lieve vrouw. En sorry voor de wind. Ze voelde een beetje als een tweede moeder. Ik heb ook nooit echt een oma gekend. Omdat toen ik kind was en een beetje besef kreeg, was mijn oma al dement. En mijn tantes hebben toen echt de functie van oma overgenomen. En deze tante was daar zeker een heel groot onderdeel van. En het was echt hartverscheurend om te zien dat het zo slecht met haar ging. En ze stond altijd voor iedereen klaar. En echt, het is een van de liefste vrouwen die ik ooit heb gekend. En het was dus moeilijk dat ze zo overleden. Mijn ouders komen donderdag naar Stockholm toe alsnog. En ze hebben een vlucht eerder teruggeboekt en ik ga dan mee. Dus zondag kom ik naar Nederland. Als het goed is maandag de begrafenis. Dus daar wilde ik heel 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 graag bij zijn. Dus dat moet gewoon. En dan weet je dus ook een beetje waarom de vlog wat later online is. Dus het is voor de rest een hele normale vlog. En het is wel moeilijk. Maar het is ook zoveel deze maand. Gewoon eerst met Saar en nu met tante. En het is echt al een moeilijke maand. En dan zit je op zijn afstand en dat maakt het eigenlijk ook nog moeilijker. Ja. Maar ik ben blij dat ik naar Nederland kan. Dat het... Dat ik toch nog wel even met mijn familie kan zijn en de begrafenis bij kan wonen. En het is moeilijk. Maar zoals je beloofd heb ik hier de normale vlog zoals je gewend bent. En die begint dan gewoon weer op afgelopen maandag. En daar zou je misschien niet heel veel aan merken dat er dingen spelen. Maar hoop ik dat ik het zo een beetje uitgelegd heb wat er nou precies speelt en wat er gebeurd is. Hey, leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga boodschappen doen, zoals ik eigenlijk vrijwel elke week de vlog begin. Maar nu is het maandagavond. Dit komt omdat ik morgen ga werken. Woensdag komt Aniette namelijk. En dan gaan we eens even een gezellige tijd beleven. Maar dat betekent wel dat ik dus boodschappen op deze avond moet doen. En ik had geen zin om de bus te pakken, dus ik ga lekker in het dorp. Dan betaal ik iets meer, maar ik ben veel te moe en veel te lui om nu nog terug te gaan naar een supermarkt. Een grotere supermarkt, dus we gaan dat maar even doen dan. Ja. Zo, ik sta in de lift en Aniette is onderweg. Dus die gaan we eens even ophalen. Nou, dat gaat heel leuk worden. Ze hebben het heel druk vandaag. Met castings en zo, maar de lift is er. Lang geleden. Nou, we staan hoog. En wat vond je van mijn werk? Ja, wat kan je erover zeggen? Ja, het is heel erg bedrijvig, kantorig. Ja, we zijn hier weer bij dit uitzicht wat je al in meerdere vlogs hebt gezien. En, voor de variatie. Ja. En ik heb honger, dus we blijven niet te lang. Ik heb ook een vega rookworst mee. Ja, vega rookworsten bestaan. Heel handig om mee te nemen naar Zweden, want je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Ja. Nou, we hebben even allebei lunch. We zitten in de Marcus, dat is een fastfood restaurant die we hier hebben. Zij heeft een vega burger en ik heb een gat. En we zijn allebei aan het werk vandaag, dus zij heeft castings en ik moest even op jacht voor een flipchart.
Maar dat is geregeld, dus dat is mooi. Wat gaan we doen? Naar een of ander Nederlands bar dingetje. Dat ging wel zuipen. Oh ja. Maar er is daar een zwemmende hond en van Aniette Moes zat in mijn vlog. Dus ja, zij filmt het nu ook. Dus eigenlijk is het helemaal onnodig. Maar ja, we zijn weer bij deze plek die je al 4 keer in de vlog hebt gezien. Oh, is dit de plek? En nu is het wel heel mooi. Het is glad en met zon. Lekker glad. Ja, en dat was het weer. Shippie! Dit is ons uitzicht. We zijn op een nieuwe plek. Ja, eigenlijk dit meer kennen jullie al. Dat is waar we net ook waren. Niet die, maar daar. Oké. Okay, daar. Het was Hellas Gordon, dus die kennen jullie al. Maar blijkbaar kon je nog een berg op en dan heb je dit. En de zon gaat zo onder, dus dat wordt wel weer eventjes een mooie kikkie wel, hè? Lekker plassen. Ja, doei. Aniette gaat plassen, vandaar. Dus het is nu alleen maar jij en ik zoals je gewend bent, hè? Ja. Spannend! Hoe heet dat ook alweer? Private time? Pim is een cam girl. Ik ga weer een beetje buiten bij. Oh, ik dacht al, doe je.
Hij doet wat hij doet. Eigenwijs. Dit is de meid, straat in de Colseum. Nou, we staan voor een of andere club in de rij. En we moeten even wachten. En ja, het is 15 euro entree, dus een beetje jammer. Maar ja, het zal wel gezellig zijn dan, hè, als je ervoor betaalt, zou je zeggen. We gaan het hopen. Goedemorgen, het is 5 uur geweest en we zijn op gang gekomen, dus we gaan nu zijn we in het bos. We hadden de verkeerde ingang van het bos gepakt en we wilden naar een bepaalde rots. En nu moeten we omlopen. En nu gaan we... Een bepaalde rots, naar een ander meer. Dus nu gaan we rechts zo, die gaat de berg op. Ja. Is wel weer lekker vermoeiend. En een kampvuurtje maken, dat is waarom ik... Ja, dat is een bepaald trekje, ik weet het ook niet. Hey. Ja, ze lijkt wel een beetje met die grote tak, lijkt ze een beetje op Mozes. Dus hoef ik op de grond te slaan en het meer dat splijt open. Ja, zijn we eigenlijk bij dat kutmeer verdwijnt. Ja, het is wel handig, ik bedoel, ja. Nou, we dwalen nu al 20 minuten rond in het off-road gedeelte. Dus we zijn al 40 keer op ons mijl gegaan, maar we zijn er bijna. Het zou ook 10 minuten duren, we zijn hier al bijna half uur onderweg en het wordt donker. Oh ja, dus dat is wel een leuke extra uitdaging, maar de weg terug? Daar hebben we gewoon een weg. Ja, ik weet waar het is als we er zijn. Dus we gaan er komen. Zoals je ziet is het al donker en de zoektocht naar hout is in volle gang. Annie is daar ergens in het donker op zoek naar hout. Want we willen het vuur starten. Zometeen is het donker en dan zien we niks meer. Dus het is heel belangrijk dat we hout vinden op tijd. Watch the flames burn o'er and o'er the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire burning. Het is wel een vuurtje, hè? Ja, trots. Het is wel een flink vuurtje. En je ziet het nu niet, maar hierachter zit dus een meer. Zeg maar waar het zwart is, dat is meer. En dit is... En we hebben meer vuur dan de rest. Ja, er zijn allemaal mensen die vuur aan het maken zijn hier. Het leuke is dat het gewoon legaal is hier. Dus dat je gewoon overal mag kampvuur bouwen. Als je maar ervoor zorgt dat niet heel het bos in de fik klinkt. Ja, dat is de enige voorwaarde. Ja, en nu moeten we nog uit het bos zien te komen. En het enige wat je ziet is mist. Hi. En zwart. Aniette loopt nu uit beeld. Het is echt... ja, het is intens wel. Wij zijn beland in 1991. Maar dan wel met een 2018 tv-game. Ja. Ik weet ook niet wat voor spel dit is. Oh, ik ben in 1995. 1995 alweer. Tijd gaat snel als je het naar je zin hebt. Yeah.
heel erg bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Weer een hele gekke vlog geworden. Maar ja, we gaan het weer afsluiten. En we gaan weer een nieuwe week in. En ik hoop dat het een iets betere week wordt. We gaan het zien. Voor nu is deze vlog afgelopen. En dan gaan we weer verder kijken naar de volgende. En ja, zo gaan we de tijd voor tijd een beetje voorbij. Hè? Ja, ik praat natuurlijk weer helemaal bullshit. Maar je moet je voorstellen, het is al 6 uur. Het is al donker buiten. En het was weer een gekke dag vandaag. Maar ja, dat zie je wel weer. Gaat helemaal nergens over dit.